Mijn naam is Vrouwkje de Vries. Voor de kwalificatiewedstrijden die gehouden worden door heel Nederland vragen wij de scholen om een auditor te leveren. Waarom doen wij dat? Het is van groot belang dat een wedstrijd eerlijk verloopt. De verantwoordelijkheid van de uitvoering van de wedstrijd ligt bij de organisator en de jury. Om de wedstrijd zo eerlijk mogelijk te laten verlopen, wordt er een auditor toegevoegd aan dit wedstrijdteam. We gaan tijdens deze tutorial in verschillende stappen uitleggen wat de rol van auditor inhoudt en waar je zoal tegenaan kan lopen. WorldSkills Netherlands zet zich in ter promotie van het beroepsonderwijs en vakmanschap voor jongeren. We helpen jongeren hun skills te ontdekken en te ontwikkelen. Dit doen we onder andere door vakwedstrijden te ontwikkelen en te organiseren voor zowel het VMBO Skills Talents en voor het MBO Skills Heroes. Er zijn wedstrijden op verschillende niveaus en leerjaren. We starten met voorrondes op de scholen. De winnaars van de voorrondes mogen deelnemen aan de kwalificatiewedstrijden. Bij Skills Talents werken de leerlingen uitsluitend in teamverband. Bij Skills Heroes zijn het voornamelijk individuele wedstrijden, maar komen enkele teamwedstrijden voor. Uit de kwalificatiewedstrijden gaan de 8 beste studenten of teams door naar Skills de Finals. Deze tutorial is specifiek bedoeld voor de rol van auditor. Op de scholen of in een bedrijf worden 1 of meerdere kwalificatiewedstrijden georganiseerd. Op deze locaties is een skillsteam aanwezig bestaande uit een organisator, skillsassistenten, een facilitair medewerker, een ICT'er en afdeling communicatie. Dit team zorgt dat alles organisatorisch goed verloopt. Daarnaast is er per wedstrijd een team van 3 juryleden aanwezig. Dit is bij voorkeur een mix uit het onderwijs, het bedrijfsleven en een alumni. Het wedstrijdreglement hebben we jullie fysiek toegestuurd, maar is ook te downloaden of in te zien in het downloadcentrum. Zodra we jullie als auditor aan de wedstrijd toevoegen, ontvang je een mailtje en heb je toegang tot het CRS. Daar kom ik bij stap 8 nog even verder op terug. In het CRS wordt de wedstrijd geschreven en beoordeeld. Dit systeem is specifiek voor WorldSkills Netherlands ontwikkeld. Het is goed en verstandig als je het wedstrijdreglement een keer goed doorleest, zodat je weet wat er allemaal in kan vinden. En neem het boekje mee naar de wedstrijd, zodat je dit als naslagwerk kunt gebruiken. De auditor is de persoon die namens WorldSkills Netherlands onafhankelijk toeziet op een goed verloop van de wedstrijd. De auditor opereert zelfstandig, maar bij moeilijke en inhoudelijke beslissingen, zoals het stilleggen van een wedstrijd, uitsluiting van deelname, disqualificatie, aanpassingen in de beoordeling, pleegt de auditor eerst overleg met de wedstrijdleiding van WorldSkills Netherlands. Een auditor straalt rust en zelfverzekerdheid uit. Als er paniek is, zorg je dat alles weer rustig wordt, zodat de wedstrijd verder kan. Tijdens jouw rol als auditor heb je de volgende werkzaamheden. Je treedt op namens WorldSkills Netherlands. Je ziet toe op juist gebruik van formats en reglementen. Je dient het belang van de kandidaat en zorgt voor een veilige, eerlijke en transparante wedstrijd. Je rapporteert schriftelijk aan info@skillstalents of info@skillsheroes over de gang van zaken betreffende uitvoering en afronding van de wedstrijden, zodat het achteraf nog mogelijk is om zaken terug te halen. De jury is immers niet in dienst van WorldSkills Netherlands en mogelijk niet bereikbaar. Je bent bekend met het verloop en de inhoud van de wedstrijd. Wat moet je als auditor goed op letten? Je ziet toe op een eerlijke start en verloop van de wedstrijd. Het uitgangspunt is dat voor iedereen de wedstrijd gelijkwaardig is. Je controleert of ziet erop toe dat de mobiele telefoons en smartwatches zijn ingenomen, tenzij dit specifiek anders in de wedstrijd staat aangegeven. Je ziet erop toe dat al deze zaken veilig zijn opgeborgen en dat na de wedstrijd iedereen dit weer retour krijgt. Je stuurt de jury aan bij het controleren van de toolboxen. Wat stond op de lijst wat er mocht worden meegenomen? Alleen dat mag de kandidaat hebben. Als de jury vragen krijgt en ze willen antwoord geven, dan dient dit plenair te gebeuren, inclusief de vraagstelling, zodat het voor alle kandidaten gelijk is. Bij meerdaagse wedstrijden is dat alleen mogelijk op de eerste dag. Als hier geen vragen beantwoord worden, dan kan dat voor de overige dagen ook niet zo zijn. Het is immers een gelijkwaardige wedstrijd.
Na het starten van de wedstrijd mag er niets meer op de vloer worden gebracht. Is de jury geïnformeerd over wat er gebruikt mag worden of niet? Controleer dat. De jury krijgt ook vanuit het CRS een uitnodiging, zodat zij zich tijdig kunnen voorbereiden. Daarnaast is er een speciale tutorial voor juryleden ontwikkeld. Het is raadzaam om deze ook als auditor te bekijken. Je ziet erop toe dat er geen contact is met het publiek, begeleiders, teamleiders en zo. Als er een waarschuwing wordt gegeven, dan bespreek je dat ook even met de begeleider en de jury. Bij een tweede waarschuwing heb je overleg met WorldSkills Netherlands. Wie heeft de toegang tot de wedstrijdvloer? Dit zijn alleen de kandidaten, de jury, de organisator en de auditor. Soms zijn er ook modellen of acteurs, maar dat zie je dan terug in het draaiboek. Soms kan het ook communicatie zijn die foto's of film maakt. Dit kan alleen als het tijdens de formalisation is aangegeven dat dit is toegestaan en het mag de kandidaten absoluut niet hinderen. En overleg goed met de afdeling communicatie wat er gepost wordt bij meerdaagse wedstrijden. Het kan niet zo zijn dat het geheime ingrediënt of de blackbox op de tweede dag wel bekend is doordat er een social een post heeft gestaan. Wat check je nog verder? Vraag na of de juryleden de tutorial hebben gevolgd en of alles duidelijk is voor hen. Voer overleg met de skillsassistent met betrekking tot de invoer in het CRS. Is alles correct ingevoerd? Dat kan nog wel eens lastig zijn. Als er verkeerd is ingevoerd, dan geeft dat een totaal verkeerde uitslag. Dus kijk af en toe mee en instrueer de jury en de skillassistents goed voor het invoeren. Zie erop toe dat het tussentijds wordt ingevoerd, zodat niet alle beoordelingen helemaal op het eind ingevoerd hoeven te worden. Dit scheelt weer tijd voor een mogelijke prijsuitreiking. Als een wedstrijd goed is georganiseerd, zijn er voldoende assistenten. Dan zal je zien dat je niet zo heel veel werk hebt en dat je ook van de wedstrijd en de passie van alle studenten kunt genieten. Het kan voorkomen dat de organisator of WorldSkills Netherlands het fijn vindt dat je de dag voorafgaand aan de wedstrijd een korte doorloop doet op de locatie. Dit is wedstrijdafhankelijk. Let dan op een aantal zaken. Was het voor jou duidelijk waar je moest zijn? Is de bewegwijzering signing in orde? Staan er banieren van skills en of sponsoren? Liggen alle geprinte opdrachten voor de deelnemers klaar? Opdrachten zijn enkelzijdig geprint, ook de beoordelingsformulieren voor de jury. Is de werkvloer in orde en afgezet? Er is een uitgebreide handleiding voor jullie gemaakt. Daar staat stap voor stap in omschreven hoe je een wedstrijd start en tot een goed einde brengt. Neem deze even goed door voordat je als auditor aan de slag gaat. Lukt het niet? Geen paniek. WorldSkills Netherlands kan op afstand de wedstrijd starten en het zelfs invoer en afsluiten kan op afstand. Er is altijd een hulplijn als je er niet uitkomt. Maar beleef vooral een hele mooie dag als auditor. Het CRS is specifiek gebouwd voor WorldSkills Netherlands. Het is een ontwikkel- en wedstrijdtool waarin zowel voor Skills Talents als Skills Heroes alle wedstrijden en materialen te herleiden zijn. Als het goed is, heb je als auditor een uitnodiging gehad vanuit het CRS zodat je kunt inloggen. Je logt in de wedstrijdtool en zoekt de wedstrijd op die je gaat auditeren. Is dit nieuw voor je? Volg dan de handleiding. Zorg dat alle namen zijn gecontroleerd voordat je de wedstrijd start. Let op spelfouten of gewijzigde kandidaten. Na het starten van de wedstrijd kunnen er vervolgens gepersonaliseerde certificaten afgedrukt worden. Het is dan prettig als de namen correct zijn. Er zit ook een herstartknop in het systeem. Maar deze kan je alleen gebruiken als je nog geen scores hebt ingevoerd. Als je deze knop gebruikt, dan vervallen alle gegevens die je tot dan toe hebt ingevoerd. Afsluiten van de wedstrijd kan alleen als alles op 100% staat. Na het afsluiten kan je het vergrendelformulier van de wedstrijd downloaden. Dit formulier moet worden ondertekend door alle juryleden. Daarna is de wedstrijd definitief afgesloten en kunnen de certificaten en overige wedstrijddocumentatie gedownload worden. Natuurlijk is er een hulplijn. Er is een technische support. Daarvoor zit een button links onderin het CRS. Dit is voor technische vragen. Directe contactgegevens krijgen jullie tijdens de auditorenbriefing.
Bedankt voor het kijken naar deze tutorial en veel succes met het auditeren.